Vorige keer bij Cornuit legt uit. Daar zat ik dan. Ja. Gezellig aan tafel. Ja. Met een moordenaar. Zo, ja. Wat een verhaal. Ik ga het niet hebben over voortplanting vandaag. Oh. Ik heb het over het innerlijke kind. Okay. Ieder kind heeft tijdens de ontwikkeling behoefte aan liefde, veiligheid en zorg. Hoe is de relatie met je vader? Nee, hij is al 5 jaar dood. Dat is een beetje een rare man. Het was meer een nachtmerrie eigenlijk. Heel goed gedaan, Chantal. Frank, haal even een glaasje water. Ja, heel goed gedaan. Waarom ben je zo vrolijk? Wat is er toch mis met jou? Oh, dus jij hebt C. Zo reageren ouders toch? Oh ja. 5 jaar alweer. Ja. Jeetje. Ja, dat gaat snel, hè? Nou, wat gaat het toch snel? Ja, dat gaat zeker vlot. Dat gaat veel te snel. En ik ben jouw papa. En jij bent mijn kind. Hij lijkt me eigenlijk wel een fijne man. Ja. Ja? Ja, toch wel, hè? Eigenlijk, zo iemand had ik eigenlijk als vader willen hebben. Cornuit legt uit. De podcast van Wakker Nederland. Hier is jouw presentator. Jaap Cornuit. Jaap Cornuit. Zo, daar zijn we weer, hè? Hè? Jaap? Ja. Ja, we zijn begonnen. Oh. Ja, je moet even aankondigen. Ja, we zijn begonnen. Ja. Oh ja. Ja, doe dan de intro. Welkom luisteraars en luisterettes. Ja. Wacht. Hè? Oh, je bent hier. Fijn dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van Cornuit legt uit. Ja. Dit is aflevering 100. Hoeveel? Ja, 169. 100. Even kijken, wat was het vorige keer? Ja, 100, ja, het was 168. 168, dat is 169. Ja. Ja, dat is het. Ja. Ja, wat is er toch? Dat, Hè? Dat gaat hard, hè? Oh, ja, dat gaat zeker vlot. Nou, oké. Goed. Mijn naam is Jaap Cornuit en ja, Chantal is er ook weer, zoals je hoort. Ja. Hi, hallo. Ja, hallo. En, Nou, weer een nieuwe uitzending, hè? Ja, leuk toch? Wat wordt het toch leuk? Ja, superleuk. Hè? Ja, wat is er toch met jou? Oh ja, Jezus, ja. Hè? Nou ja, ik word helemaal moe van dat Nederlandse weer. Het is de ene keer is het heet en dan is het weer regen en dan met onweer. En dan komt het met bakken uit de hemel en is het weer koud. En de volgende dag is het weer bloedheet. Ja. En zelfs op een dag, dan wisselt het nog gigantisch met die popcornbuien. Ja, ze noemen ze dat, geloof ik. Oh. Hè? Ja, nou, dan denk je van, kijk je naar het weerbericht. Dan denk je, nou, het wordt de hele dag wordt het droog. Ja, lekker aan het strand. Dan gaat het toch regenen. Oh. En dan denk je, Jezus, nou, dan blijf ik maar thuis. En dan is het ineens weer droog. Ja. Dan denk je, dan had ik mooi iets naar, ik maar in de speeltuin kunnen gaan of zo. Of naar de bioscoop. Oh, nee, dan zit je binnen. Maar had ik iets buiten kunnen doen, toch? Ja. En dan, nee hoor. Ja. Dus ik begrijp dat niet. Waarom klopt dat niet? Vroeger klopte het ook al niet, maar nu klopt het helemaal niet meer. Nee, ja, zelfs maar buienradar die... Buienradar? Ja, ik denk, misschien door de wind of zo, hè? Wind? Dat die wind denkt van, buienradar die zegt, het gaat zo regenen in Rotterdam. Oh. Dus ik blaas even gauw de andere kant op. Hebben ze het mooi fout? Nou ja, ik weet niet. Ja, dat vind ik irritant. Oh, irritant. Oh, dat is leuk voor de rubriek. Ja, leuk voor de rubriek. Ja. Ja, nou ja, goed. Oké, en het was zomervakantie. Nee, zomervakantie. Nee, kom nog. Oh ja. Nee, mijn vakantie. Ik ben er niet helemaal bij. Dat is mijn vakantie. Nee, het was mijn vakantie. Ja. 2 weken lang pret maken. Ja, Jezus. Heerlijk. Dat is zwaar vermoeiend. Mijn god. Vermoeiend. Ja, vandaar dat ik was vorige week niet, want ik was helemaal kapot, joh. Ja, ik moest even voorbij komen. En ik ben nog steeds niet echt lekker, hè? Ja, Nee, ik heb veel te... Poef. Ik ben moe. Ja. Mijn hoofd wil niet. Ja, maar... He? Ja. Nee, was de meivakantie, We zijn, wat ben ik gaan doen? Ik ben naar de dierentuin geweest. Ja, leuk. Ja, leuk toch? Dierentuin, Heb ik nog eens een keer een liedje over geschreven. Ja, ik zag een aap in de dierentuin. Heb je dat al gehoord? Ja, dat vond ik stom. Ja, ik vond het helemaal stom. En naar een pretpark. Ja. En ik was naar het zwembad geweest. Het was heel rustig in het zwembad. Ja, iedereen was op vakantie. Ja, ik niet. Ik bleef gewoon in Nederland. Nee, ik en ook. Lange wandelingen maken. Oh ja. En pijn in mijn poten krijgen. Ja, tekeningen maken en zo. Tekeningen, leuk. Songfestival, kijk. Songfestival. Heb je dat gevolgd? Songfestival? Ja, met Joost. Ongelooflijk, hè? Ja, met Joost Klein. Wat een blamage. Nou, daar ga ik het straks nog wel even over hebben. Want dit is echt... Joost Klein, wat is het? Erg. Wat is het nou weer voor flauwekul? Oké. Ja, ik snap er ook niet van. En lekker laat opblijven. Het was ook nog moederdag, hè? Oh ja. Ja, ja, dat is waar ook. Nee, het was echt zwaar vermoeiend. Oh. Ik ben blij dat het voorbij is, maar ja. Oh, ja, maar... Nou moet ik weer even een weekje bijkomen. Ja. En dan moet ik weer een uitzending maken. Ja. Ik heb er ontzettend veel zin in. Ja. Ja. Oké. Wat gaan we doen? Ja, wat gaan we doen, Jaapie? Geen idee. Ja, ik heb niks voorbereid. Oh, ja, maar... Zullen we community doen? Ja. Oké. Frank? Ja? Community. Oh ja, daar komt hij. Ja. Community. Ja. Alles over de luisteraars en luisterettes van Cornuit legt uit. Ja, precies. Community. Ja. Leuk toch? Ja. Hè? Ja, nee. Hè? Ja, die jingle is veel te lang, joh. Oh ja, nee. Ja, je praat veel te snel. Ja, dat zal het zijn.
Nou goed, we hebben natuurlijk een prachtige nieuwe website, hè? Dankjewel, ja, Frank. Ja, dankjewel, Frank. Leuk. Even kijken hoor, ja, volgens mij zijn alle bugs er nou inmiddels uit. Ja, ik hoop het en wel. En mensen reageren daar. Oh ja, wacht even, voordat ik het weer... Ho, stop. Wat? YouTube. Ja, ik vraag steeds van, subscribe op YouTube, maar niemand doet dat. Oh. Dus doe dat nou even. Ja. Hè? Als je me gelukkig wil maken, subscribe dan beter even op YouTube. Oh, en anders dan kap ik met je hele onzin. We hebben tekeningen ingezonden gekregen via de website. Sonatech heeft allemaal tekeningen gestuurd. En die gaan we binnenkort erop plaatsen. Leek. Maar ik heb nou even geen zin. Oh, ja, maar En Valentijn die heeft een tekening gemaakt in zijn vakantie van Chantal. Oh. En hij gaat er nog een maken van Frank. Dus dan wachten we even tot die van Frank ook binnen is. En zetten we ook die rotzooi helemaal op. Ik bedoel, die prachtige dingen op het internet. Op onze website. Leuk. En dus daar wacht het even op. Maar goed, ga ik nou even door met de reacties. Stop. Wat ik zag op Apple Podcast. Ja. Dat Traankogel. Ja, pannenkoek. Ja, je hebt je recensie per ongeluk aangepast van 5 sterren naar 1 ster. Oh, nee toch? Nee, dan moet je even terug veranderen, want daardoor schieten wij helemaal omlaag in onze peilingen. Ja, dat is niet handig. Oh, dus nee. Als je dit hoort, of als je Traankogel kent, bel even bij hem aan en zeg van, joh, je recensie is kapot. Dan gaan we even naar de reacties. Even kijken hoor, ik begin eventjes met de, achterstallig onderhoud, want ik had een recensie gemist, die was eigenlijk wel leuk. Ja. Die was van, even kijken, waar heb ik hem hier? Ja. Die was op YouTube. Oh, was op YouTube? Heb ik hier YouTube, waar heb ik dat ding gelaten? Ja, nou lekker, het gaat weer lekker. Oh nee, hier, die was op onze website, maar dat was een ouwe. Die is zijn reactie op fout is goud en die is van Sonatech. En die zegt, hey, dat noem ik geslaagd, 2 uitroeptekens. Gekke sound, £1000, uitroepteken. Ja, dat EDM-nummer. Door Frank. Oh, Frank. Wat? Komt het helemaal goed, uitroepteken. Ja. Frank, de gekste. Ja, de gekste. Die 4 A's en 3 uitroeptekens. Oh, nou, hij is dus blij met het lied. Dat was dus mooi. Was een mooi lied, hè? Oké. Ja. En Floor die schreef er ook nog op heel sterk met 3 uitroeptekens. Oh, ja, dankjewel. Ja. Dan de reacties van de vorige uitzending. Ja. Die heette Aan tafel met de moordenaar. Oh, dat was super spannend. De meeste mensen op YouTube die durfden hem niet te luisteren. Nee, dus, nee. Ja, daar hebben we heel weinig plays. Maar op Spotify en Apple Podcasts hebben we superveel plays juist. Alleen duurde het even, want het was vakantie. Ja, en iedereen zat met zijn reet op het strand. Oh. Dus dachten ze, nou, we gaan eigenlijk geen podcast luisteren. Ja, maar je bent zo negatief, hè? Ik ben gewoon een beetje moe. Oh. Ja, maar de reacties, even kijken hoor. Floor die schrijft iets van heftig en vreselijk enzovoorts. En prachtig lied. Ja, Er was Luc Larry die had een lied gemaakt, hè? Ja, dat is mooi. Ja, dat vond ik echt best wel een mooi lied. Dat is een mooie lied, hè? Ga even luisteren als je nog niet gedaan hebt. Ja. Het is een goede uitzending. Een van de beste. Ja, zeker. Is mijn vraag. Ja. Oké, dan Flynn en Teun TV. Die schrijft weer een fantastische aflevering met ontelbaar veel uitroeptekens. Ik kan het even niet lezen. Ik heb mijn bril niet op. Of 7. En Jaap, hoe wist jij dat wij een YouTube-kanaal hebben en een Spotify-playlist? Oh ja. Nou ja, ik zeg altijd, Google is your friend. Oh. Ook al is het niet zo. Nee. Maar daar had ik jullie gevonden en ik heb ook een reactie achtergelaten, geloof ik. Oh ja? Dacht ik. Leuk. En kijk eens, schrijf ook nog. Ja. Oh ja, vergeten, zeg maar gewoon Flynn en Teun TV. En niet Flynn, Pim en Teun TV, want die Pim hebben ze blijkbaar aan de kant gezet. Oh. Ja, misschien heeft hij iets geks gedaan of zo. Misschien, misschien had hij gewonnen met knikkeren. Dan waren ze boos. Ja, we zijn allemaal knikkers kwijt. Oh. Ja, dat was ik vroeger een keer gehad. Ja. Had ik toch verteld? Tegen jou? Oh ja. Ja, dat weet ik. Dan was ik aan het knikkeren met mijn beste vriend. En die speelde ontzettend vals. Maar je zegt, nee, ik speel helemaal niet vals. Nee. En aan het eind van de dag was ik 60 knikkers kwijt en ik had niks meer. Jeetje. Sindsdien heb ik nooit meer geknikkerd. Nee, ja, maar laten we even een beetje vrolijk blijven, toch? Laten we het vrolijk houden. Ja, anders wordt het zo negatief allemaal. Dan Floor weer. Die schrijft, even kijken hoor, fijn om naar die nachtmerrie te kunnen ontwaken bij een liefhebber, zorgende moeder. Ja. Enzovoorts. Enzovoorts. Maar... Even kijken hoor. En Claudia schrijft, heel blij met jullie podcast. Niet alleen heerlijk om te lachen, maar. Nee. Ook diepzinnige onderwerpen enzovoorts. Ja. Oké, nou hartstikke bedankt. Oh. Dat was het. Ja, eigenlijk heel weinig. Je merkt dat het vakantie is, hè? De komkommertijd is alweer begonnen. Ja, nee, ja, ik denk gewoon dat mensen niet zo goed weten wat ze moeten doen met zo'n uitzending, hè? Zo'n moeilijk onderwerp en zo. En dat was een beetje, het was aangrijpend. Ja. En dan weet ik wel misschien weet je dan niet hoe je moet reageren. Dat is een beetje spannend misschien. Toch? Ja. Nee? Oh. Nee, ik weet het niet. Nee? Wacht, stop. Stop. Ja, Spotify. Ik heb ook nog reacties op Spotify. Oh ja? Nathan die schrijft, ik heb de superfan quiz gedaan. Oh. Maak het de volgende keer iets lastiger. Deze was easy. Oh, was easy? Dus, Chantal, dat is aan jou. Ik vond hem helemaal niet zo easy eigenlijk. Nee. Nee. Ja, ik heb ook heel veel reacties al gehad. En ik moet zeggen, er zijn toch wel aardig wat fouten gemaakt. Wacht even. Geen spoilers, hè? Maar we moeten toch ook een keer de winnaar bekendmaken? Ja, dat is waar. Frank? Ja? Frank? Ja. Ja. Ja, wie is de winnaar van de Superfan Quiz? Dat weet ik niet, want ik heb nog geen tijd gehad om naar die inzendingen te kijken. Oh, maar dat is... Nee.
Hoe kan het? Nee, ik ben druk bezig geweest met voorbereidingen voor het festival waar ik op ga treden. Oh. Festival? Ja. Ga je op een festival optreden? Ja, ik ben weer begonnen. Wat leuk. Ja, ik ga optreden op Spectrum Pop. Oh. Dat is een speciaal festival voor autisten. Oh ja? Kijk, ja, maar... hier is de poster. Oh, oh. Zo, mooie poster zeg. Ja, hè? Oh, en jij bent de hoofdact? Ja, ja, headliner noemen ze dat. Hè? Ik ben inderdaad de hoofdact, hè, want ik ben de grote publiekstrekker. Ja. Frank, grote superster in grote koeienletters. Ja, ja. Ja, ja. En verder spelen er ook nog gekke Henkie, ja. Tante Truus, ja. De Dino's, wat? Kanaal 69, de Regenboogbrigade, Peter met 3 R'en, ja. ADHD Siree, wie? Plantman, de Bakkertjes, Kian Korfbal, Snurkende Willem en de New Kids featuring Joost Klein. Wauw. Ja, ja. Ja, echt wel de moeite waard dus. Hey, zeker, oh, hey. Ja. Maar jij zegt het heet Spectrum Pop. Ja. Ja, maar hier staat Spetterpoep. Oh ja, ja, dat klopt. Dat is een typfout. Hè? Ja, ja, want de grafisch vormgever van de poster die is dyslectisch. Oh. Dyslectisch? Ja. Ja, dat is dat je moeite hebt met lezen. Ja. Ik weet heus wel wat dyslectisch is, hoor, Chantal. Oh ja, nee, maar... Jongen, jongen. Ja, niks aan te doen. Er waren er al 2 miljoen gedrukt. Oh, dus, oh mijn god. Ah, leuk toch? Nou. Ja, ja. Ja, leuk. Ja, leuk. Ja. Maar goed, als ik even verder mag. Ik was met de reacties bezig, oké? Okay? Ja. 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 Want er was nog 1 reactie van Juda. Ja. En dat is wel een hele mooie reactie. Die schrijft op Apple, wat is het? Spotify. Spotify. Ik vond hem echt super emotioneel. Ja, het gaat over die uitzending, hè? Van Aan tafel met de moordenaar. Ja. Over mijn dode vader. Even kijken hoor. En 1, 2, 3, 4, 5, 6 hartjes. En 3 uitroeptekens. Nou, dankjewel Juda. Ja, dankjewel. Kijk, daar doen we het voor. Wauw. Oké, ja, dat waren de reacties. Okay. Als je nou zoiets hebt van, ja, weet je wat, ik wil ook wel reageren. Dan kan het op Apple Podcast. Nee, Apple Spotify. Nee. Spotify. Oh, ik ben helemaal de... Ja, op Spotify. Goed. Ik moet koffie. Kun je even koffie zetten? Ja, ik ga zo koffie zetten. Op Spotify en op onze website. Ja. Dan kun je je reactie achterlaten. Dus doe dat even. En abonneer natuurlijk ook even op alles en op YouTube vooral. Ja. En zo. Ja? Oké. Nou, dat was het community. tot volgende keer. Nee. Oh, nee. Breek het nieuws. Ja. 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 Waarom gebeurt er niks? Hè? Oh, nou ja, volgens mij moet jij Frank eerst 3 keer roepen, toch? Voor de jingle. Oh, ja. Je zwaar ook. Ja. Ja. Frank? Ja. Frank? Ja. Frank? Ja, wat is er? Jingle! Ja, daar komt hij. Mijn god. Brekend nieuws. Brekend nieuws bij Kornuit legt uit. Brekend nieuws. Altijd het laatste nieuws als eerste. Zo, hè? Kom maar met je koffie. Hier, okay. Alsjeblieft. Ja. Ja. Oh. Ja? Oh, lekker bakje hoor. Ja, lekker. Nog een slokje. Oh. Ja. Oh, man. Oh. En soms heb ik van die dagen dat ik dacht van was ik maar in bed blijven liggen. Heb je dat ook wel eens? Ja, goed. Altijd eigenlijk. Nou, wat staat er vandaag in de Telegraaf? Ja, ja, wat staat er? Wat staat er in de Telegraaf van vandaag? Hè? Oh. Daar is die. Ja. Wat staat er? Even kijken hoor. Maximum snelheid terug naar 130 km per uur, vraagteken. Oh. Ja, dat gaat over, Over de maximum snelheid op de snelweg, hè? Ja. Een paar jaar geleden heb ik het nog over gehad. Toen werd het, veranderd naar 120. Nee. Naar 100. Ja, sorry, ik ben nog niet helemaal wakker. Oh. Naar 100 km per uur. Ja. Er was onwijs veel over te doen, hè? Van, wat zijn we er toch niet mee eens? Nee, vonden ze niet leuk. En, maar het moest voor het milieu, hè? Vanwege de stikstof en zo. Ja, natuurlijk, CO2. Ja, want stikstof houdt niet van hard rijden. Dus, dus moest je snelheid omlaag. Wat? En nu zeggen ze van, ja, weet je wat? Ja. Volgens mij maakt het helemaal niet zoveel uit. Oh. We gooien het gewoon weer omhoog. Dan kunnen we wat sneller thuis zijn of zo, hè? Ja, maar... De politiek. Ja? Ja, want dat doen we, hè? Twijfel komt en dan komt een nieuwe coalitie. Ja. En dan gaat alles weer op de schop. Oh, maar... Dan gaan we maar kijken waar het dan, hoe het moet zitten met onze klimaatdoelen. Nou, dat gaat niet lukken zo. Dus, maar goed, dan kunnen we in ieder geval weer lekker 130 km per uur rijden. Ja. Ja, ja, ik niet, want ik heb geen auto. Nee. Ja, nee. Maar goed, ik gebruik ook wel eens een Uber. Een Uber? Zeg gewoon, plankgas. Oh. Maar goed, ze hebben ook een poll gehouden onder de bevolking. Even kijken hoor. Ja. Terug naar 130 km per uur op de snelweg. Ja. Even kijken, 69% zegt ja, goed idee, uitroepteken. Oh nee. 31% zegt belachelijk, we waren net zo goed bezig. Ja, we waren net zo goed bezig. En 88% zegt, wij geven graag onze mening over dingen waar we eigenlijk helemaal geen verstand van hebben. Nou, dat bestaat. Ja, dat is altijd. Goed, wat staat er nog meer in de Telegraaf? Ja, wat staat er? Even kijken. Scarlett Johansson haat ChatGPT. Oh? Ja, nou ja, voor de mensen die het niet weten. Scarlett Johansson is natuurlijk een hele bekende... wat is het? Een zangeres? Nee, het is een actrice. Ja, het is een actrice. En die speelt in, pindakaasreclames, geloof ik. Hè? Nee. Oh nee, ze speelt de Black Widow in die Marvel film. Ja. Ja, en ze speelt ook nog in een andere film. Ja, ze speelt ook nog in een andere film. Oh. En die is dus boos op ChatGPT, want er zit een stem in. Ja. In dat systeem. Dus AI, hè? Artificial Intelligence. Ja.
En dan kun je tegen lullen tegenwoordig. En dan lult het tegen je terug. Met de stem van Scarlett Johansson. Oh. Tenminste, dat zegt zij. En ze is naar de advocaat gestapt. Die zegt... Die zegt dat ook. Die zegt, nou, het lijkt wel veel op jou. Ja. Dus, maar dat is dus niet zo. Nee. Want die baas van ChatGPT, die heeft dus iemand ingehuurd. Ja. Met een stem die heel veel lijkt op die van Scarlett Johansson. Oh. Omdat Scarlett Johansson zelf zich niet beschikbaar stelde voor het inspreken van die stem. Okay. Dus snap je het nog? Ja. Nee. Dus nou zegt ze, ja, dat ken ik niet. Want het lijkt veel te veel op mij. Ja. Maar die stemactrice, die is dus boos. En die zegt... Oh. Ja, maar ik ben geboren met deze stem. Ja. En nou moet je ophouden, want anders kom ik naar je huis en dan kom ik je bek verbouwen, zodat je helemaal niet meer klinkt zoals mij. En dus ja, is eigenlijk een cirkel weer rond, hè? Nou, we zien het wel. Ze hadden mij ook gevraagd voor die stem. Ik werd gebeld door OpenAI, voor die ChatGPT, om het in te spreken. Wat? Nou, de voorwaarde was wel dat ik de imitatie van Scarlett Johansson zou doen. Maar ik kan dat heel goed. Gelukkig kon ik dat heel goed. Maar ik had geen tijd, dus ik heb nee gezegd. Daar geloof ik geen reet van. Nee. Moet ik het even doen? Ja, doe maar. Ja, ik ben wel benieuwd. Oké. Ja? Hello, my name is Scarlett Johansson. Goed, hè? Oh. Dat zegt zij ook altijd. Ja, Jezus. Ja. Nee, dat klinkt echt als twee druppels water in een glas vol stront. Nee, dat staat echt helemaal nergens op, Frank. Maar goed. Ja, laten we toch doorgaan. Dat gaat allemaal van mijn kostbare zendtijd af, hè? Ja, precies. Ga door. Oké, we gaan door. Ja. Ja. Nou, wat staat er nog meer in de Telegraaf? Ja. Even kijken. Wat staat er? Oh ja, hier. Veel regen in korte tijd. Ja, nou. Ondergelopen straten in Friesland. KNMI waarschuwt voor onweersbuien. Ja. Ja, ja, ja. Ja, dat klopt, hè? Want dit is echt van Leeuwarden tot Maastricht. Ja. Overal is onweer geweest, hè? Met vreselijk veel water. Ja. In de Limburg staat het onder, hè? Het staat helemaal blauw. Nee. Blank, zeggen ze dan. Ja, maar dat vind ik niet correct. Hè? Oké. En, dat ken ik niet meer. Oh. En in Friesland ook, hè? Ja. Heel veel water gevallen. Ja. Maar wie er wel blij mee is, is de vader van Valentijn. Oh, de vader van Valentijn. Want die heeft een bedrijf met schepen en daar kun je lekker mee varen. Zeilen. Met de klippers. En normaal doen ze dat op de Waddenzee, maar nu kun je dus ook toch iets maken door het centrum van Leeuwarden en zo, hè? Oh. Ja. Nou, dat was het nieuws. Ja? Oh, ja, maar... Of zoiets. Ja? Er was ook nog iets over Transformers in de bioscoop, oude tekenfilms. Ja? En Star Wars in de bioscoop, oude films in het kader van May the 4th. Oh, met de geweest, de marathon. Superleuk, geloof ik. Ik was er niet bij. Er gaat een musical komen van Back to the Future. Ja. Fortnite is aan de gang met Lego Star Wars. Ja. Jim Henson heeft een documentaire gekregen op Disney+. Oh, leuk. Ja, en het was Moederdag. Dat voor degene die dat leuk vinden. Oké, we gaan iets anders doen. Misschien moet je iets zeggen over Furiosa, de nieuwe Mad Max film. Of over de Tokkies documentaire op Amazon Prime. Of over de Acolyte, de nieuwe serie van Star Wars. We gaan iets anders doen. Oh. Je luistert naar Cornuit Legt Uit. Psychologisch. De gedeelde wereld van de ziel, het woord en de gedachte. Psychologisch. De logica achter menselijke gedragingen. Dat is niet waar. Ja, maar hij heeft iemand geslagen, toch? En die hele camera is kapot gegaan. Nee, dit is een flauwekulverhaal. Mijn naam is Chantal Duval. Yeah. En dit is mijn rubriek Psychologisch. Yeah. En vandaag wil ik het met je hebben over... Joost Klein en de onrechtvaardigheid van de EBU. Het was mooi wel rechtvaardig. Want als je geweld pleegt, dan moet je gewoon gedisqualificeerd worden van zo'n songfestival. Ja, maar hij heeft helemaal geen geweld gepleegd. Dat is een apenverhaal. Ja, ja. Hij had duidelijk afspraken gemaakt van... Jij, luister eens, ik wil niet gefilmd worden net na mijn optreden, want daar lig ik te janken vanwege dat moeilijke stukje over mijn dode vader. Ja, over dode vader. En dat heeft de mensheid dat toch gedaan. Ja. En toen heeft hij gezegd van, nou oprotten. Toen schrok zij, heeft ze die camera op de grond laten pleuren en die lag toen in 1000 stukjes. En toen is hij gedisqualificeerd. Dit is flauwekul. Nee, dit is geen flauwekul, want de Zweedse politie die heeft mooi bewijs gevonden, hè, dat hij wel schuldig is. En hij moet, in juni moet hij voorkomen. Weer. En wat is dat bewijs dan? Weten we niet. Nee, dat weten we niet. Dat moeten ze nog even maken met ChatGPT. Nee, zo werkt dat niet. Nou, ik vind het echt belachelijk hoe jij niet achter onze democratie staat, hè? Jongens, schaam jij je niet, hè? Om zo'n jongen zo af te vallen. Onze nationale held. Met zijn Playmobil-kapsel. Playmobil-kapsel. Ja, en hallo, als ik ook eens wat mag zeggen. Ja. Dit is mijn rubriek, hè? En hier wil ik het helemaal niet over hebben. Waar wil je het dan over hebben? Nee, ik wou het hebben over autisme. Alweer? Ja, Frank die is autistisch. Hè? Nog steeds? Ja, nog steeds. En hij gaat binnenkort optreden op Spectrum Pop. Nee, Spetterpoep. Het festival voor en door autisten. Dus ik dacht, het is wel leuk om daar wat meer aandacht aan te besteden. Oké. Maar wel gauw dan, want je tijd is bijna om. Hè? Mijn tijd is bijna om. Autisme is een manier waarop de hersenen werken die bij sommige mensen voorkomt. Oké. Mensen met autisme zien, denken en ervaren de wereld vaak op een andere
andere manier dan anderen. Ja. En een paar kenmerken van autisme zijn... Ja. Moeite hebben met het begrijpen en communiceren met andere mensen. Ja. En sociale interacties kunnen soms moeilijk zijn. Okay. Een sterke voorkeur voor routines en vaste patronen. Ja. Ze houden van voorspelbaarheid. Ja. Heel gedetailleerd en geïnteresseerd zijn in bepaalde onderwerpen. Ja. Dino's. En extra gevoelig zijn voor prikkels, ja. zoals ja. geluiden, ja. lichten ja. of aanrakingen. Zeker. Okay. Mensen met autisme zijn niet beter of slechter dan anderen. Nee. Ze zijn gewoon anders. Ja, superheld. Ja, okay. En met de juiste ondersteuning kunnen ze hun talenten goed ontwikkelen ja. en een gelukkig leven leiden. Ja. Nou, mooi. Oké. Okay. Oh, en... ja, maar... Nee, wacht, ik was nog niet klaar. Oh, ja, maar de tijd is om. Hè? Ja, sorry, Satan, maar je tijd is om. Ja. Oh, wat jammer. Ja, jammer, maar weer heel goed gedaan. Ja? Ja. Oké. Okay. Ja, heel goed. Reclame! Hey. Oh. Ja, waar is je reclame? Ja, ja, sorry jongens, maar ik... Ja? Er is geen reclame deze week. Is geen reclame? Nee. Maar, nee, ik was vergeten iemand te bellen. Ja, maar... Dat... Dus... Ja? Ja, ik heb niks. Ja, Jezus. Nee. Maar... Nou ja. Ja, nou ja. Volgende keer beter. Ja, volgende keer... Ja, toch? Ja, maar... Jongens, wat is er nou aan de hand? Ja, nou ja, er is geen reclame. Hè, is er geen reclame? Nee, Frank heeft het vergeten. Ja, maar je hebt toch nog iets liggen van zusterschepen of zo? Ja. Oh, ja. Of van lekkere warme wollen sokken of zo? Oh. Ja, maar dat... Nee? Nee, dat zit allemaal in mijn andere broek. Oh, mijn god. Oh, nou weet je, dat doe je gewoon een oproep van... Ja, we hebben een donatiepagina en je kunt ons steunen, hè? Oh ja. Geef je zakgeld aan ons. Ja. Kijk op de website. Ja, doe dat. Oh ja. Toch? Zoiets. Ja. Vind je ons programma nou leuk? Ja. En wil je ons steunen? Ja, dan... Reclame! Je luistert naar Konijtjes uit. Elke keer op een of andere dag, om een of andere tijd. Konijtjes uit. Met zijn konijt. Lekker live. Tijd voor muziek. Lekker genieten van lekkere muziek. Live muziek. In de studio. Bij Konijt legt uit. Ja, we zullen gewoon even moeten afwachten wat het wordt. Nee, hij is gewoon schuldig. Ja, maar hoe weet je dat zo zeker dan? Nou, ik ben autistisch. Ik zie hier trouwens in de Telegraaf ook nog een poll over die Joost Klein, hè? Hier, kijk. Ja. Hier, 69% van de mensheid die vindt dat Joost Klein onterecht is gediskwalificeerd. Okay. Nee, flauwekul. En 31% zegt hij is volkomen terecht gediskwalificeerd. Nee, nee. Ja. En 88% heeft er geen reet verstand van, maar geeft toch zijn mening. Maar precies, dat is toch, dat is precies wat er mis is. Wat? Het zijn meningen en het zijn geen feiten. Ja, wat heb je nou aan meningen? Nee, ho, je maakt een denkfout. Ja. Nee, want tegenwoordig, meningen zijn belangrijker dan feiten, Chantal. Ja. Hoezo? Nee, want ik weet... Oh, wacht. Ja. Wacht even, we zijn al begonnen. Oh. Goed, nou, het is weer tijd voor een lekker stukje muziek, hè? Ja. En wie anders kan dat zo goed doen dan mijn goede vriend en expert in alles... Ja. Ton Deuze. Ja, Ton Deuze. Welkom, Ton. Ja, welkom. Ja. Hallo. Ja, hallo. En je hebt een lied meegenomen? Ja, ik heb een lied meegenomen. Oké. Maar ik moet erbij zeggen, het is niet mijn lied. Hè? Oh. Nee. Het is het lied van Frank Groot. Ik heb al even een beetje meegeholpen met het mixen. Ja, maar dit... Van de opnames. Ja, ja. Ja, dat zit zo. Ja. Ik ga straks beginnen met een nieuwe wereldtour door heel Nederland. Ja. Leuk zeg. En daarvoor heb ik een heleboel nieuwe nummers geschreven. Oh. Ja. En dit is er één van. Ja, maar jij mocht toch niet meer optreden van het UWV? Dat was toch slecht voor je uitkering? Oh jee. Ja, dat klopt. Maar ik doe het nou in het geheim, hè. Dus mondje dicht. Oké. Nou, ja, goed. Ja, leuk toch? Ja. Nou, en waar gaat het nummer over? Nou ja, ik heb het speciaal geschreven voor Spectrum Pop. Ja. Spectrum Pop. En het gaat dus over autisme. Oh, interessant. Ja, ja. Oké. Okay. En hoe heet het nummer? Blote billen boogie. Ja, logisch. Ja, toch? Nou, laten we gauw beginnen. Ja, doen jullie ook allemaal mee? Ja, leuk, ik doe mee. Ja, ik doe ook mee. Nou, liever niet. Daar komt-ie. Mijn naam is Frank Groot, de superster. Maar niet alleen dat, ik ben ook nog eens autistisch. Wil jij dat ook? Doe dan lekker met me mee. En dans de blote billen boogie. Want ben je zwart of bruin of rood of blond? Het danst het fijnste in je blote kont. Als iemand zegt dat ik autistisch ben, dan doen ze net of ik mezelf niet ken. Maar nee, ik raak dan niet teleurgesteld. Ik ben autistisch, ja, een superheld. Het maakt voor mij niet uit hoe jij me noemt. Mijn naam is Frank en ik ben heel beroemd. Soms ga ik uit over een platte banaan. Dan zeggen ze dat ik voor jokers sta. Maar ja, probeer maar eens normaal te doen. Met een bananenschil onder je schoen. En dat ik uitgeleed dat is makkelijk zat. Want zo'n bananenschil is heel erg glad. Blote billen boogie.
Leuke billen boogie. Leuke billen boogie. Leuke billen boogie. Leuke billen boogie. Leuke billen boogie. Leuke billen boogie. Leuke billen boogie. Nou luister, ik ben ik en jij bent jij. Wie is het gekste van ons allebei? Ik ben autistisch, want ik zit op het spectrum. Een mooie paperclip, dat is nog geen plectrum. En oh ja, ook nog, voordat ik het vergeet. Vertel eens hoeveel jij van dino's weet. Ik ben dus niet zo handig met sociale conventies. Veel dingen neem ik letterlijk, maar zonder pretenties. Ik ben niet helderziend, dus als jij niet zegt wat je bedoelt, nou hoe kan ik dan weten hoe dat of jij je misschien voelt? En als je nou moet plassen, ga dan snel naar de wc. Maar doe eerst nog even gauw de blote billen boogie met me mee. Blote billen boogie. 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 Ik ben autistisch en dat is oké. Zeker. Yeah. Ja, oké. Ja. Nou, dat was dat. Ja, leuk. Godzijdank. Oké, allemaal bedankt voor het luisteren. Ja. Dit was het weer voor deze keer. Ja. En wat was het weer gezellig. Ja, zeker. Enzovoort. Vergeet niet te liken, te subscriben op YouTube, op Spotify enzovoorts. Ja, en laat een reactie achter op onze website. Ja. Geef al je geld via onze donatiepagina. Ja, en dan zijn we er de volgende keer weer. Ja. Dag! Ja, doe. Oh, en we hebben gratis stickers als je die wil. Kun je aanvragen via de website. Ja, dat is ook zo. Ja, dag. De mazzel. Hey Frank, waarom geef jij je niet op voor het Songfestival? Oh ja, dat is wel een goed idee. Oh ja, echt waar? Ja, de naam heb je al. Joost Klein, Frank Groot. Oh ja. Nou, alleen nog een Playmobil-kapsel.